Veel mensen vroegen zich af waar die 1 april grap nou bleef dit jaar. Rashid, weet jij dat? Ja, hij was er niet, hè? Net als vorig jaar. En dat heeft te maken met de coronacrisis. Ik denk dat er in Nederland inderdaad wel veel mensen aan toe waren aan zo'n 1 april grap. Maar ja, zo'n ding gaat vaak bij Google de hele wereld over. En het was niet overal in de wereld nou precies even gepast. Dus we hebben het maar even overgeslagen dit jaar. Hopelijk volgend jaar beter, toch? Ja, maar we krijgen ook wel veel vragen over Android Auto. Want was dat nou een 1 april grap, die lancering in Nederland? Nee, die was wel echt, hè? Ja, je kan inderdaad nu Android Auto gebruiken. Jij zegt netjes Auto, dat moet ik eigenlijk ook doen. Ja. Maar dat is er nu echt. Alleen dat kondigden we aan op 30 maart volgens mij. Dus mensen dachten, ja. Maar dat zijn geen grappen. Android Auto is daadwerkelijk beschikbaar als je een Android telefoon hebt. En een auto met Android. Auto. Er is ook nog een vraag over Street View, Rian. Van iemand die woont in Hoek. Dat ligt inderdaad in een hoek ongeveer in Zeeland. En of we de Street View auto weer even langs kunnen sturen om nieuwe beelden te maken. Yes, nou, je hebt geluk. Want tussen mei en juni komt hij weer langs in Zeeland. Dus ga lekker buiten staan. Het gaat misschien wel een beetje lang duren, maar probeer het gewoon. En wie weet zien we je dan straks op Street View. Maar geen gekke dingen doen, hè, als die auto voorbij komt. Want dan kun je die beelden weer niet gebruiken, bla bla bla, stom. Moeten we opnieuw langs. Inderdaad. Nee, dus even geduld nog, maar komt goed. Dico Mas die vraagt, mijn vraag, wat is jullie leukste herinnering aan Vraag het Google? Rian, heb je daarover nagedacht? Ja, en eigenlijk de eerste ingeving is altijd het beste, toch? Dus voor mij is het exploderende ei. Dat vond ik toch wel het vetste wat we gedaan hebben. Ja, dat herinner ik mij nog. Omdat iemand vroeg, waarom explodeert een ei in de magnetron? Ja, en nou ja, we konden er alleen maar achter komen door het te doen, toch? Sowieso of het waar was. Ik had het in ieder geval nog nooit gezien. En we moesten ook een hele setup maken. Ergens in een raar deel van ons kantoorgebouw. Wat, ik weet nog steeds niet of dat helemaal mocht of niet. Maar hoe dan ook, we hadden wat opgezet. Nou ja, en toen gebeurde er dit. Laten we even kijken. Hey. Jij bent er klaar voor? We zijn er klaar voor. We gaan testen of een ei in een magnetron echt ontploft. Oké. Spannend. Want nu heeft de afstand... Dan is hij niet... Dan ontploft hij dus niet. Daarom rolt hij. Ah. Oh! Ik schrok me dus echt een ongeluk, zoals je ziet. Ja, ik ook. Ik wist namelijk niet of het echt zo was. Maar ja, dat is nu wel duidelijk inderdaad. Rashid, wat was jouw favoriete herinnering dan aan Vraag het Google? Ja, ik kan niet echt kiezen. Maar ik vond het leuk dat we... Ja, een shortlistje heb ik. Ik vond het leuk dat we naar Duitsland zijn gegaan. Gewoon om daar met Vraag Doch Google een video te maken. Dat was gewoon heel tof. En dan zagen we ook het kantoor in Hamburg. Wat best wel wat groter is dan dat van ons in Amsterdam. Dus dat was heel tof. Ik vond het leuk dat toen Google Wi-Fi uitkwam. Toen gingen we wifi aanleggen bij iemand die het hardst nodig had. En er was toen iemand die zei, weet je waar ik wifi nodig heb? In mijn wijnkelder. Wij dachten, nou, dat is vet. Want als wij daar wifi gaan aanleggen, dan komen we ook een keer in een wijnkelder. Ja. Het was een kelder en er lag inderdaad wijn in. Maar het was niet helemaal wat wij ons erbij hadden voorgesteld. Je had je natuurlijk zo'n hele mooie Franse wijnkelder onder een kasteel of zo voorgesteld. Super groot, heel veel wijn, maar dat was het dus niet. Nee, het was gewoon een kelder. En daar stond een fles wijn, dat klopt. En er is vanaf nu wel wifi, dus we hebben ons wel aan de belofte gehouden. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, Dico, wat jouw favoriete herinnering is dan van Vraag het Google. Misschien een favoriete aflevering of moment. Ja, laat het ons weten in de reacties. Heel graag, ben ik benieuwd naar. En als je dan gewoon een vraag hebt aan Google, dat kan natuurlijk ook. Laat die dan ook achter als reactie onder de video. Nou, je hebt gehoord, het hoeft niet per se over Google te gaan. Want Google maakt geen magnetrons en eieren. En toch hebben we daar een vraag over beantwoord. Maar hij mag natuurlijk ook wel over Google gaan. Dus als je een leuke vraag hebt, laat die achter als reactie onder de video. Hey, ik herinner me ook nog ergens een keer dat wij confetti hebben staan opruimen. Of meerdere keren confetti hebben staan opruimen. Ja, dat gebeurde wel regelmatig inderdaad. Dat er wel reden was voor een feestje. Maar dat...
Weet je, het is dan wel zo... Dat wij het gewoon moeten opruimen. Ja, maar dat is ook wel hoe het hoort, toch? Vind ik dat. Maar ja, dat is niet zo leuk natuurlijk. En dat we op het nieuwe kantoor het nieuwe plafond hadden verpest met de confetti, omdat hij er niet meer vanaf kwam. Ja, ik weet niet of we daar of we dat in beeld hebben gebracht. Maar het klopt inderdaad dat die confetti kwam best hoog tegen het plafond. En dat is er nooit meer vanaf gekomen. Nou zijn we natuurlijk al heel lang niet op kantoor geweest. Maar ik denk dat als we daar, als het kantoor weer open is, na de hele coronacrisis, dat die confetti er nog steeds zit. En als je nou de 500ste vraag stelt, we zijn namelijk al best wel in de buurt. We zijn langzaam aan het aftellen. Maar als jij nou de 500ste vraag stelt, dan hebben we iets leuks voor je. Dus extra waard om even je vraag te stellen in de reacties onder de video. Ruben stelde ons een vraag over Ideal en de Google Store. En gaf eigenlijk ons wat feedback over hoe het moeilijk is om te betalen als er geen Ideal wordt ondersteund in de Google Store. Maar daar hebben we nieuws over, toch Rashid? Ja, zeker. En Ruben zegt ook, vooral als je dan Stadia wil kopen, want dan is de Google Store de enige plek. Je kan sinds een tijdje wel met PayPal betalen. En PayPal heeft dan wel weer Ideal ondersteuning. Dus hopelijk kun je nu Ruben tegen je vrienden zeggen die geen creditcard hebben, ga toch even die Stadia controller en die hele starterskit halen in de Google Store. Link staat in beeld met PayPal, dus kan gewoon. Wouty29 die vraagt, hebben jullie een video of video's die nooit online zijn gekomen? Ja, we hebben een aantal video's inderdaad in het verleden opgenomen waar we uiteindelijk helaas niks mee hebben gedaan. De laatste daarvan was een video rondom kerst en Home to Search. Ja, lang verhaal waarom die nooit online is gekomen. Maar dat is wel jammer, want het was eigenlijk een hele leuke video. Rial en ik hadden een spelletje bedacht met Home to Search. Weet je wel, dat is dat je een beetje neuriet of fluit in de Google app. En dan herkent hij welk liedje dat is. En er staat ook een percentage bij hoe goed je dan gefloten hebt of geneuriet hebt. Dus daar kun je eigenlijk wel een spelletje van maken. Hier is een klein stukje eruit. Na 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 19%. Oei. Maar dat is niet best. Nee. Oké, ze heeft het goed. Ja, wat is het? Wat is het? Hoeveel? Weet je het nummer? Ja, dit is Watermelon, ja toch? Nee, het is Blinding Lights van The Weeknd. Ja, dat wist ik. Was ook wel een video met veel bloopers. En uiteindelijk ben ik ook wel blij dat hij niet online is gekomen. Want ik heb het spelletje verloren uiteindelijk. Hoewel het aan het begin leek alsof ik glansrijk ging winnen, was dat niet zo. Dus uiteindelijk is het voor mij niet zo heel erg geweest dat hij niet online is gekomen. Maar ik denk dat we deze video, nou niet precies deze. Want je kan natuurlijk niet bijvoorbeeld in de zomer zo'n kerstvideo met zo'n kersttrui. Dat gaat natuurlijk niet. Maar ik denk dat we dit nog wel een keertje gaan doen binnenkort. Ja, laten we het doen. En dan kan ik nog even oefenen. Dus goed dat we dat nu alvast even zeggen. Kees, die zegt, en dat is in reactie op de video van Internationale Vrouwendag. Ik bewonder Rian Westdorp gewoon omdat je altijd zo vrolijk overkomt. Nou, ik ook, Kees. Want dat is ook zo. En het is niet dat Rian alleen maar vrolijk is als de camera aanstaat, hoor. Dat is wel altijd zo. Dus dat is heel fijn. Dankjewel. Loop je nu rood aan? Nee, toch? Ja, maar ik hoop dat je dat niet ziet op mijn thuiscamera. Rijnt stelde een vraag over de racetrack, Rashid, die achter jou hangt. En ik moet zeggen, toen ik deze vraag las, dacht ik, hoezo? Want ik zie die dus nooit als wij elkaar via Google Meet zien. Maar dat zien je dus wel op YouTube, want dan gebruik je een andere camera. Maar vertel. Nou kijk, hier zie je inderdaad een circuit. Het is niet de Red Bull Ring. Het is gewoon Zandvoort. Kijk hierboven. Dit is de Tarzanbocht. Pitstraat hier ongeveer. Nou, we kunnen de hele circuit zo wel afgaan. Maar die hangt daar. Vond ik gewoon leuk. En leuk dat het opvalt. Want ik dacht, ik wil gewoon een beetje het plaatje aankleden. Dus tof dat mensen het zien. Je werd ook nog van harte gefeliciteerd door Ruud met de geboorte van Taylor. Dat is lief, dankjewel Ruud. Ze groeit als kool natuurlijk en mijn wallen ook. slapen is nu wel een luxe geworden. Dus dat is even wennen. Maar je krijgt er zoveel voor terug, hè, al die clichés en zo. Is het allemaal waard? Absoluut, absoluut. Gelukkig. Au, nu zat ik vast in de draad. Oh nee, je moet nooit zeggen dat we er al bijna zijn, hè?
Verdikkie. We zijn er nog lang niet, mensen. Mag ik iets wel zeggen aan het eind? Alles, maar niet dat. Heb jij nou ook een vraag aan ons? Hoeft dus niet per se over Google te gaan, mag over van alles en nog wat gaan. Laat het dan achter in de reacties onder deze video. En wie weet, beantwoord me volgende keer in een vraag uit Google. Ja, en vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal. Als je abonneert, dan krijg je meer. Druk ook even op het belletje, want als je dat doet, dan krijg je een berichtje als we een nieuwe video hebben. En heel vaak zit in onze video iets dat je nog niet wist. Bijvoorbeeld dat er een nieuw product uit is. Dus dan ben je de eerste die dat weet. Tot volgende keer. Tot gauw. Doei. Doei.